Dit is het elftal van de week. Als dat je met je vriendin op de bank Notting Hill zit te kijken. Net Inspect the Gadget, hè. Ik heb afgelopen weekend over voorassist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets een absoluut statistieke monster. Dat is gewoon mooi. Dit is zo'n romcom. Van Suleiman en Jarno. Ik ken weinig mensen die zo kritisch naar voetbal kijken als jij. Pieter Zwart ook niet. Ja, maar die kijkt er op een net iets andere wijze tegenaan. Maar die is niet zo kritisch op individuele spelers. Die kijkt meer naar teamgeheel. Ja, maar de individuele speler, laat me zeggen, die kwaliteit, dat moet uiteindelijk tot een team gaan komen. Daar moet je daar kritisch naar kijken. Want een tekortkoming van individuele speler kan invloed hebben op het hele team. Maar goed, we zijn begonnen. Zal ik even een heel korte aankondiging doen? Oh ja, doe de aankondiging even. Jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van het elftal van de week. Wij zijn alvast begonnen. We gaan natuurlijk weer het elftal uitgebreid bespreken. Maar we beginnen wel eventjes met het voortzetten van onze korte tête-à-tête. En we hadden het over de blik op voetbal. Jij vindt dat ik kritisch kijk naar voetbal. Ja. Oh ja, nee, maar ook en terecht. Want we hadden het een paar weken geleden over Jeremy Frimpong. En ik zet de persconferentie met Ronald Koeman aan om 4:00 maandagmiddag. Ja. En wat schetst mijn verbazing? De woorden van Jarno Verwij komen uit zijn mond. Dus dan denk ik, oh goh, die kijkt dus ook naar Jeremy Frimpong op de manier zoals jij ernaar kijkt. Van ja, we hebben hem eigenlijk niet heel vaak gezien in een viermans defensie. Hij staat wel heel vaak op de helft van de tegenstander. Hij komt in de 16. Ik zie hem meer als aanvaller dan als verdediger. Dat waren de letterlijke teksten, letterlijke woorden van Koeman. Dat heb jij natuurlijk ook gezegd. Dat je daaraan twijfelde. En daarom zit er niet bij. Dat vind ik dan, ben je wel een ziener. Oké, dankjewel, Sully. Hey Sully, ik heb er onwijs veel zin. Ik heb weer beelden geselecteerd van een speler die mij dit weekend niet is bevallen, maar in een eerder stadium wel. En die misschien wel eens heel interessant kan zijn voor de allerbelangrijkste speler van Oranje. Frenkie de Jong. Want Ronald Koeman moet het zonder Frenkie de Jong doen. En het hele land is een rapper. Hoe moet het op gaan lossen? Wie staat ernaast? Wie vervangt hem tijdelijk? De oplossing is wellicht in zicht. Maar goed, we beginnen met de keeper. En dan zien we Steve Mandanda. Ja. Altijd een mooie keeper geweest. Ja. Comfortabel aan de bal. Maar het meest opvallende moment was toch wel de redding met op Verratti, toch? Ik heb een paar reddingen genoteerd. Ik heb een redding Mbappé, de kopbal. Zo, ja. Dat was wel een knappe redding. Ja. Ik dacht van, goh, dat is lekker in de eerste helft zo. Ja, groei er lekker in. En ik heb inderdaad vlak voor tijd, een minuut 83, heb ik een redding met Verratti staan. Dat is de redding waar jij op doelde. Ja, dat is een topredding. Zeker als je de stand ziet. Maar met 2-0 winnen in Parc des Princes. Van tevoren week natuurlijk al, want de berichten sijpelen door. Van, we gaan de spelers uitfluiten. Messi is de schuldige voor het uitschakelen in de Champions League. En dan met 2-0 daar winnen. Dat is wel lekker voor zo'n ploeg. Ik heb dat vorig jaar ook meegemaakt. Dan ben ik met mijn zoontje naar een wedstrijd van Paris Saint-Germain geweest. Mijn zoontje wilde graag Neymar zien. Ik heb alleen maar de Messi-scan aangezet. En op een gegeven moment gingen ze ook aan het begin een beetje fluiten, weet je wel. En toen heb ik toch wel uitgelegd aan mijn zoon dat gewoon niet kan. Met iemand die dat heeft gepresteerd in het verleden, dat gewoon niet zou moeten. En dat je daar een stadionverbod voor zou moeten krijgen. Ja. Ja, als je deze wedstrijd gekeken hebt, Paris Saint-Germain, Stade Rennais. En het is natuurlijk 2-0 voor Stade Rennais. En het is crisis bij PSG. Ze hebben dit jaar alleen al in het kalenderjaar, denk ik, 7 of 8 keer verloren. Dat is wel heel vaak voor een ploeg die zoveel goede spelers heeft. Als je dan naar Messi kijkt, je kunt ook allerlei momenten eruit pikken dat hij aan het wandelen is. En je kunt ook, als je niet vaak naar voetbal kijkt en je beoordeelt Paris Saint-Germain op resultaat, denk je, ja, dat is afgelopen met die gozer. Totdat je een paar fragmenten van Messi bekijkt in deze wedstrijd. Hij doet nog steeds dingen dat je denkt, absoluut. Als een Nederlandse voetballer dat zou doen, dan zouden we dat elk weekend op de banken staan. Maar we kijken natuurlijk met zodanige blik naar Messi, dat hij kan eigenlijk geen goede wedstrijd meer spelen, behalve als hij een WK-titel pakt met een hat-trick. Dat is ongeveer zijn niveau. Ja. Dat is wel lastig, want dan ga je dan statistieken bekijken van Paris Saint-Germain. 18 goals en 17 assists. Elke andere speler in de wereld die dat heeft. Ja, en hij is nog nooit zo dienend geweest als in zijn periode Paris Saint-Germain. Het is een slecht seizoen, 18 goals, 17 assists. Dat is best wel gek. Maar goed, we hebben het helemaal niet over Messi. We hebben het natuurlijk over Steve Mandanda en die 8 reddingen. Dat is knap. En even kijken, ik heb hier slechts 1 keer eerder dit seizoen. Lukt het een keeper om met zoveel reddingen tot de nul te komen? Dat is Marco Bizot, die natuurlijk ook in Frankrijk keept. Die tegen Lyon toen 8 reddingen had. Steve Mandanda, hij viel op. En hij is natuurlijk ook international geweest jarenlang. Hij zit er nu niet meer bij, want je weet wie de nummer 1 is van Frankrijk, hè, tegen Nederland. Mike Maignan van AC Milan. Dat is de nieuwe nummer 1 van Frankrijk. Ja. Want de aanvoerder is gestopt. Gestopt. Ja. En Varane is ook gestopt. Dus wel interessant wie er allemaal gaan spelen tegen Nederland. Zeker. Kijk, weten. Bij Nederland zijn er natuurlijk een aantal kwesties, maar bij Frankrijk ook. Mbappé, de nieuwe captain. En Mbappé op zijn 24e. En daar is hij wel blij mee. Want die is nu toch echt de god van het Franse voetbal geworden. 2 WK-finales en nu op zijn 24e de aanvoerdersband. Dus die is niet meer te coachen. Nee. Die is nu de trainer van Frankrijk. Kijk, heel mooi. Ja. We hebben het over Mandanda. Wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden tegen
PSG. Een 9. Een 9. Je begint gelijk weer met een 9. Ja, we zitten hoog in. Kijk, lekker zeg. We gaan door naar de volgende. Dat is een Nederlander. Bram Nuitink. Ja. Ja, we kennen hem natuurlijk uit zijn verleden bij onder meer NEC. Goede centrale verdediger. Goed linkerbeen. Wat was jouw indruk tijdens het afgelopen weekend? Je eerste indruk van Nuitink. Wat viel op? Hulk. Hij is wel sterk. Een kale hulk. Ik heb een test. Ik ben de redactie rondgelopen maandagmiddag om gewoon mensen te vragen waar speelt Bram Nuitink? En ja, het antwoord Sampdoria zat er één keer tussen. Maar de meeste mensen dachten toch dat hij de andere club speelde. Noemden ze Udinese? Udinese ja. Of ja, waar speelt hij eigenlijk? Speelt hij überhaupt eigenlijk nog? Maar dan is het wel leuk dat hij natuurlijk met Sampdoria. Hij is natuurlijk naar Sampdoria gegaan. Ja. En daar heeft hij wel een bijzonder contract getekend. Het is wel interessant voor Nederlandse clubs om in de gaten te houden. Misschien een transfertip. Of een tip om even te bellen naar Sampdoria en naar Bram Nuitink. Of naar zijn management. Want hij heeft een contract getekend dat zo in elkaar zit. Dat Sampdoria staat onderaan. Hè. Die moeten, de 19e, die moeten natuurlijk wel punten pakken om erin te blijven. Maar als Sampdoria degradeert, mag hij transfervrij weg. En als Sampdoria erin blijft, wat echt een wonder zou zijn. Dan zou het ook mede te danken zijn aan het verdedigende werk van Bram Nuitink. Maar dan wordt zijn contract automatisch met 2 jaar verlengd. Dus de kans dat ze degraderen is echt heel groot. En hij heeft toch in een interview geroepen. Ik dacht met voetbalnieuws. Dat is ook onderdeel van VI toch geworden? Ja, van PXR. PXR. Ja, dus daar las ik een interview met Bram Nuitink. Voetbalnieuws.nl. Dat hij eigenlijk de wens nog wel heeft om misschien... hij wil eigenlijk naar Nederland terug. Het was eigenlijk een oproep van... ik ben transfervrij aan het eind van het seizoen als we degraderen. Jullie kunnen mij bellen. NEC zal hij zelf heel leuk vinden. Dat zou voor de Eredivisie ook wel mooi zijn. En voor NEC natuurlijk ook Bram Nuitink terug daar. Ja. Maar als ik Groningen was en ik zou erin blijven... of FC Utrecht of Twente... en ik zie hem nu bezig in de Serie A. Op zijn 32e staat natuurlijk al heel wat Serie A ervaring. In de mandekking vond ik hem in deze wedstrijd echt geweldig op die spits. Ja. Hij zat er bovenop en hij kan redelijk voetballen. Maar jij wil even de kritische noot van Jarno. Nou kijk, het is meer van... maar het is ook wat verwachtingspatroon. Jij zegt terecht, het is Serie A voetbal. Het is geen Premier League, het is geen Bundesliga, het is geen Eredivisie. Had best wel wat passes, maar het waren eigenlijk allemaal passes. Naar zijn maatje links van hem, zijn maatje rechts van hem, terug op de keeper. Dat was wel redelijk degelijk. Maar goed, de andere kant is het duels, en daarin was hij heel belangrijk. Deed hij het wel gewoon heel goed. En een assist, hè? Wat gelukkig. Ik heb het genoteerd. Even kijken bij Bram Nuitink. Ik moet in de microfoon blijven praten. Bram Nuitink, briljante assist. Dat was natuurlijk helemaal geen briljante assist. Nee. Want hij wilde een bal tackelen en die land per ongeluk... Hij kreeg nog een rotschop, want dat was eigenlijk gewoon te laat. Ja, was te laat, ja. Maar wat ik wel leuk vond bij Sampdoria... dan denk je van, die ploeg staat 19 in de Serie A... en dan ga je zitten kijken en dan zie je toch wel Harry Winks rondlopen. En er was wel een connectie tussen Bram Nuitink. Ik moest de bal wel naar... Harry Winks is ongeveer de enige voetballer van Sampdoria. Daar moest de bal eigenlijk naartoe. Ja, ja, ja. Maar als dat zo duidelijk is, dan weet de tegenstander dat natuurlijk ook. Ik wou zeggen dat Feyenoord aardig in de kaart, toch? Ja, nee, maar dat is toch wel grappig. Hè? Want dan komen we zo op. Vind ik ook wel leuk om daarover te hebben. Want vaak wordt dan gezegd, wat speelt Shakhtar dat slecht? Nee. Ja, in Oekraïne spelen ze best goed, omdat daar de trainer niet zoals Arne Slot die beelden bekijkt. En denkt, als we die opbouw nou zo verstoren... stel je voor dat... jij zet je auto neer op de parkeerplaats. Dat gaat altijd lekker smooth, want je bent vrij vroeg. Er staan weinig auto's, dus je hoeft weinig manoeuvres te maken. Ik je kan kiezen. Hem zo in één keer inzetten. Ja. Ik moest vanochtend mijn auto parkeren, want ik was natuurlijk weer te laat, 20 minuten. Een half uur? Een half uur te laat. En ik zoek een parkeerplaats. Nou, alle parkeerplekken zijn bezet. Dus ik moet nu creatief zijn. Dus ik heb mijn auto nu op een plek gezet waar als de politie zo komt, heb ik een boete te pakken. Maar ik heb hem wel creatief neergezet. Maar dat is veel lastiger. Weet je wat? Dus ja, dan moet je anticiperen. Nou, Shakhtar moest anticiperen. Dat lukt dan niet in zo'n eerste helft. Nee. En dan zie je eigenlijk al, dit kan wel eens een andere kant op gaan. Als het niet lukt om een antwoord te vinden. Dus eigenlijk heeft Feyenoord heel veel verkeersboetes uitgedeeld. Nou ja, Feyenoord heeft allemaal obstakels neergezet. En die moet je dan omzeilen. En als je dat niet... Kijk, in topvoetballers, bijvoorbeeld, dat is bij Real Madrid zo knap. Real Madrid kan die obstakels op een gegeven moment na een minuut of 30, 35... Oké, leuk wat jullie bedacht hebben. Maar Kroos, en dat vind ik zo mooi aan Kroos, die heeft een soort interne computer. Die gaat even 20 meter naar achteren. Even 20 meter naar rechts. Even 20 meter naar rechts. Kijk hoe die tegenstander reageert. Maar Feyenoord heeft daar ook al een antwoord op. Want die ploeg is eigenlijk veel beter dan wij misschien denken. Maar mag ik daar... Szymanski, daar gaat het heel weinig over. Ja. Ik was in het stadion, ik heb die wedstrijd gekeken.
die wordt ook onderschat. Die is zo slim in dat druk zetten. Hoe die moet verdedigen, waar die bal gaat komen. Is echt een intelligente speler. Want nogmaals, het is natuurlijk de hand van de trainer. Maar spelers moeten er wel uit kunnen voeren. Ja, kijk, tactiek zit in spelers. Maar spelers worden gekozen door een trainer. En dat is een samenwerking die wordt wel eens vergeten. Eens, maar een nieuwe omstandigheid. Bedenken, ja, met spelers. Maar als je die spelers dat niet kunnen uitvoeren, dan slaat die tactiek nergens op. Dat heeft natuurlijk Ronaldo Ten Hag. Eens. Je kunt wel tegen Ronaldo zeggen, je moet druk zetten. Maar die jongen die wil dat niet. Ja, dan houdt het op. Maar goed, Bram Nuitink. Laten we bij het onderwerp blijven. De statistieken. We hebben het over, ik zei Hulk, Bram. Maar van alle spelers op het veld, meest geslagen tackles en uitverregende acties. Dat zegt inderdaad iets over zijn verregende kwaliteiten. Eerste assist in de Serie A sinds 2017. Maar dat is een beetje een nutteloze statistiek. Want was geen assist. En van alle spelers met minimaal 250 minuten in de Serie A. Alleen Jean-Daniel Akpro tot meer geslagen tackles per 90 minuten. Dat betekent dus wat type spel. Hij is echt daar om de beuk erin te gooien. Ja, dat klopt. Maar dat is ook als je laag staat met je ploeg, dan heb je dat soort jongens ook heel hard nodig. Ja, en in de Serie A, want hij staat in het centrum van een driemans verdediging. Ja. Dat moeten we ook even. Dat is ook wel belangrijk om even te melden. Zijn taak is ook, en in de Serie A, elke ploeg heeft een goede spits. Bewegelijk of sterk. Je hebt of een Victor Osimhen, of een jongen die in de bal komt, of een echt een go-getter zoals Immobile. Het is elke week een opdracht. Ja. En die verschilt net elke week iets anders. Nou, dat is wel leuk dat je op je 32e nog elke week zo'n topspits of tegen een topspits aan, dat je die mag verdedigen. Toch leuk? Zeker weten. En hij doet het ook goed. Maar wat voor cijfer krijgt hij voor zo'n optreden? Voor dit optreden 9. Een 9? Maar even Bram bellen als je op zoek bent naar een verdediger. Hé, hey, dat klopt. Maar sowieso met Bram bellen is leuk. Hebben we in de coronatijd gedaan. Aardig gozer, leuke gozer. Ja. Zeker weten. Gezellig gesprek heb je dan. We gaan naar de volgende. Want jij gaf voor de aflevering, gaf je mij aan. Nou, ik ben benieuwd wie jou is opgevallen. Ja. Normaal gesproken zijn het middenvelders, controleurs. Daar heb ik toch een klein voorliefde voor. Maar deze, die Federico Catti van Juventus. Juventus was tegen Inter in het provocerend druk zetten heel goed, toch? Dus heel gecontroleerd druk zetten en de lange paas lokken. En elke lange bal, dus iedere keer als Inter onder de druk niet uit kon komen en dus de lange bal speelde, zat hij ertussen. Hij bleef rustig in zijn passing. Ik vond hem echt... Ik had het idee dat hij zonder enige inspanning gewoon een foutloze wedstrijd had gespeeld. Dat vind ik leuk om te horen, dat jij daar zo onder de indruk van bent. Federico Gatti die is natuurlijk vorig jaar naar Juve gehaald. En die werd dan ook opgeroepen voor de nationale ploeg. En die speelt toen in de Serie B. Hè? Dat is een beetje zo'n jonge oldschool verdediger. En dat zie je ook terug. Hij heeft ook zo'n uitschuifbeen. Lange gozer, 1,90 meter geloof ik. Ja, maar dat hij dan en de timing daarvan is ook goed. Dat hij zo'n ballen van voeten afpikt. Tak, voetje ertussen en dan het lichaam ertussen. Hij is goed in de duels. Goed door de lucht. En hij wordt ook in Italië een beetje vergeleken, of heel erg vergeleken met Chiellini. Want Chiellini, dat snap ik wel, ja. En Chiellini had natuurlijk ook dat taaien in die duels. Maar die kon ook redelijk goed voetballen. Hè? Voor iemand die eruit ziet zoals Chiellini. Met zijn tulband vaak om, omdat hij dan weer zo'n bloemend hoofd had. En dat geldt ook een beetje voor deze Gatti. Het is geen wereldvoetballer. Als je daar een trainer hebt die dat zo afzet dat Gatti van achteruit het spel moet vorm gaan geven, dan wordt het misschien lachwekkend. Want dan kan het fout gaan. Ja. Maar dit is voor Juve heerlijk om er eentje. Als je er 3 achterin opstelt. Je hebt Bremer ook nog. Ja, die is top. Ja, dan is deze Gatti voor een speciale opdracht. Weet je wat? Deze spits die komt graag in die zones. Gatti, vreet hem op. Dat is jouw taak. En dat kan hij dan redelijk goed. En wat jij zei, dat was ook een prima uitleg over de voetballer Gatti. En het is wel leuk om in de gaten te houden. En Italianen hebben ook wel eens voetballers nodig. Hè? Want je hebt het her en der in sommige landen over dan is het crisis. Of de gouden generatie is gestopt, hè? Zoals bij de Belgen. Mm-hmm. Maar bij de Belgen komen nog wel jonge spelers door. De Italianen hebben toch wel een probleem met voetballers. Hè? Dat is echt wel, er worden echt wel de alarmbellen worden daar geluid. Ja. Ja, dat gaat inderdaad hard, ja. Hey, en als je nou naar Gatti kijkt, want we hebben het vooral over zijn verdedigende kwaliteit. Je geeft aan de bal, hij moet niet het spel gaan maken. Is dit wel een jongen die langzaamaan uit zou kunnen groeien tot een van de leiders van de defensie van Juventus of niet? Dat denk ik wel. En Juve, kijk, dat is natuurlijk in het eerste seizoen zelfs veel kritiek geweest. En ze hebben ook min 15 punten gekregen. En het was ook helemaal niet goed wat Juve liet zien in het eerste seizoen zelf. Ook in de Champions League slecht. In die pool met Benfica, weet je wel. Dat je zo dat afdoet. Maar nu achteraf blijkt Benfica wel echt een hele goede tegenstander te zijn geweest. Dat bleek toen eigenlijk ook al. Maar als je gaat die plus 15 erbij optelt,
staat Juve eigenlijk redelijk soeverein tweede in de Serie A. Het is gewoon een van de betere ploegen in de Serie A. Dus Juve is er toch wel in geslaagd om een ploeg te worden die Allegri graag ziet. Tactisch, intelligente ploeg. Weet je, zoals Mourinho ook die ploeg probeert in te zetten. Het is niet fijn om nu tegen Juve te spelen. En ze zitten ook nog in Europa. Het kan zomaar zijn dat het eind van het seizoen toch nog over Juve gaat. Ondanks min 15. En dat vind ik wel van Allegri knap, dat je in zo'n spelersgroep, waar natuurlijk een enorme deceptie en een downstemming is, want ja, min 15, iedereen is tegen ons en het gaat niet goed en je wordt eigenlijk van het veld gespeeld door allerlei ploegen waar je normaal gesproken van wint. Dat doet iets met je. En dan komen langzaam spelers terug. Di Maria komt terug, Chiesa komt terug, dus de kwaliteit voorin komt terug. En ja, als precies. Je dan achterin goed organiseert met Bremer, met Gatti, ja, dan kun je wedstrijden met 1-0 winnen. Maar ook topwedstrijden. En dat zie je de laatste weken. Dus Juventus. Het kan zomaar zijn dat we het aan het eind van het seizoen toch over Juventus gaan hebben. Omdat ze misschien wel in de halve finale of finale van een Europese beker staan. En gewoon, er is ook nog een kans. Hè? Want, heb je de stand bekeken in de Serie A? Ze staan niet zo heel ver van plek 4. Het zou natuurlijk wel echt voor een min 15 nog Champions League haalt. Ja, dat zou een wereldprestatie zijn voor Allegri. Ja. Maar dat zou ook voor trainers als Mourinho toch wel. Dat je met AS Roma vijfde wordt en Juve wordt vierde. Met min 15 achterstand ook nog. Dat kan eigenlijk niet. Maar dat zegt wel iets over de resultaten van de laatste weken. Onder andere dankzij deze Gatti staat het achterin vrij goed. Omdat dat is wel een voor Juve heerlijke speler. En een beetje een Chiellini type. Zeker. De nieuwe Chiellini. Laten we gewoon de nieuwe Chiellini noemen. Nieuwe Chiellini, inderdaad. Dan rechtsbeen. Een 9 ook? Een 9. Een 9. Oké, dan gaan we door naar de volgende. Daar was ik iets minder van onder de indruk. Maar ik zeg gelijk maar. aan de bal is het echt, mag ik het zo zeggen, helemaal niks. Echt helemaal niks. Ik heb elke week één speler, die selecteer ik, omdat ik weet dat je daar bijna agressief van wordt. Ja, maar ik moet bij de feiten blijven, want weet je waar hij wel voor gezorgd heeft? Nee. Ivan Toni was kansloos. Nou, als je Ivan Toni kan beteugelen, ja, dan ben je een grote, toch? Ben je wel groot. Nou, hij is twee. Harry Soutar, want daar hebben we het over. Ja. Die stond natuurlijk links centraal achterin bij Leicester City. En Leicester City wil voetballen. Dat is eenmaal. Ja, maar dan moet je hem overslaan. De natuur van die ploeg. Ja, maar dat had Brentford ook wel zodanig geregeld dat Harry Soutar vaak aan de bal kwam. Speciaal om Jarno Verweij te plezieren in Nederland. Weet je wel, dat het Brentford trainer had dat bedacht. En Ivan Toni ging ook vaak aan de andere kant staan. Want kopduels aangaan met Harry Soutar van 2 meter is niet zo heel leuk. Nee. Want hij wint ze vaak. Maar het is wel een interessante speler. Want als je gaat kijken, geen enkel andere speler kwam in de wedstrijd tot hogere waarde dan Soutar. En dat is wel leuk. Als je de wedstrijd niet gezien hebt, dan denk je, goh, balcontacten 82. Geslaagde pasen 57. Is best aardig toch nog. Ja, zeker. Maar Harry Soutar van 2 meter, een linker centrale verdediger, die eigenlijk niet stijf rechts is. Die niet kan voetballen. Nee. Die heeft de meeste balcontacten. Dat zegt dus dat Brentford het huiswerk heeft gedaan. Brentford heeft geprobeerd om Soutar de bal te geven. Dat is gelukt. Hij was de bestie van deze wedstrijd. Klopt. Ja, dat klopt. Ja. En dan is het toch leuk dat die jongen redelijk zijn hoofd koel weet te houden. Ik vond niet dat hij ziet er slordig uit, maar hij paast wel de bal redelijk vaak naar ploeggenoten toe. En het spel begon heel vaak bij hem, omdat Brentford dat wilde. En als je er zo naar gaat kijken, hij wordt echt onder druk gezet in deze wedstrijd. Dan vind ik dat hij het prima heeft gedaan. En als je dan gaat kijken naar gewonnen duels, 10 van de 11 duels gewonnen. Nou ja, Ivan Toni die ging op een gegeven moment aan de andere kant lopen, want jij verliest toch het duel. Precies, ja. Gewonnen kopduels, 6 van de 6, indrukwekkend. Uitverlegende acties, 8, intercepties, 3. Dat zijn natuurlijk wel statistieken waarmee je thuis kunt komen. Ja. Maar de feiten liggen ook niet, hè? En de feiten liegen ook niet. Als je gaat kijken naar 31 kopduels dit seizoen, 28 gewonnen. Ja, dat is een kopduel van 90. En er is er één speler hoger, hè? Er is één speler in de Premier League die meer hoger winstpercentage heeft bij kopduels. Dat is toch wel grappig. Dat is Marco Senesi. Moet je nagaan wat Feyenoord allemaal verloren heeft, hè? We hebben het regelmatig over spelers van Feyenoord die uitblinken. En we hebben het over Benfica natuurlijk regelmatig gespeeld. Een Feyenoord speler die natuurlijk regelmatig uitblinkt. Arsnes. Ja. Precies, Frederik Arsnes. En dan heb je ook deze Marcus Senezi die bij Bournemouth steeds beter begint te doen. Die daar toch wel een beetje zijn hoofd boven water begint te houden. En gewoon begint op te vallen. Maar dat is het dan begin moeilijk en nu krabbelt hij aardig op. Een fenomeen in de Premier League. Ja. Helemaal eens. Ja. En die Soutar, dat wist ik helemaal niet. Hè, want die gaat dan, want op WK speelde hij natuurlijk met Australië. Heeft bij Stoke City gespeeld. Maar die heeft zijn kruisbanden gescheurd in 2021. Dus ze heeft een heel jaar niet kunnen voetballen. En verloor toen ook zijn broer. Die was pas 42. Dus die komt uit een enorm diep dal.
En voor hem was het toch het doel op WK bereiken, een soort van persoonlijke overwinning. Het is toch wel mooi dat die jongen ook met zo'n... Want dat zijn ook maar dingen. Dit vind ik mooi aan jouw elftallen. Bij jou zit er altijd veel, maar jij weet alles van die gasten. Nou, ik zoek het ook op. Maar je zoekt het inderdaad ook op. Maar goed, je weet daardoor ook veel. Dus je kent ook de persoonlijke verhalen. En een persoonlijk verhaal maakt een selectie ook weer mooier. Dat zegt iets ook over hoe zo'n jongen op het veld staat. Want dan, ja, ik heb een interview met hem gelezen waarin hij op het WK bereiken was voor hem echt een soort van persoonlijk doel. Ook om zijn broer te eren. Dus toen hij dat de eerste wedstrijd, vlak voor de wedstrijd, kreeg hij van zijn vader een appje. En zijn broer heette Aaron. Aaron wil dat je deze wedstrijd voor hem wint, weet je wel. Dat is dan wat. Ja, dat doet. Als je een overleden broer hebt, dan is dat waarschijnlijk motiverend. En zijn eerste thuiswedstrijd voor Leicester City kreeg hij weer van zijn vader een appje. Aaron kijkt en hij vindt het prachtig wat je doet. Ja, dat klinkt een beetje emotioneel allemaal. Maar voor de jongen is dat natuurlijk wel een motivatie. Dat neemt hij de rest van zijn leven mee. En als je goed naar hem kijkt, en misschien als het wat warmer weer is, staat ook een enorm portret van zijn broer op zijn arm. Dus dat is wel zeer belangrijk voor zo'n speler. Ja. En dat persoonlijke verhaal, dat vind ik wel belangrijk om te weten als je naar zo'n jongen kijkt. Want we kunnen wel uit gaan lachen en 2 meter, moet je kijken, die houdt de Klaas. Maar ik vind het nogal knap dat je bij Leicester City links nou, zeker waar je dan nu terecht staat. Dat je zegt van waar je vandaan komt en waar je nu staat. Nou, gescheurde kruisband en je broer overleden op jonge leeftijd 2 jaar geleden. En dan nu WK gespeeld bij Leicester City in de Premier League. Redelijk overeind blijven, vind ik knap. Ivan Toni uitschakelen, dus een 10. Zullen we Harry Soutar gewoon een 10 geven? We geven de speler die jij het meest haat eigenlijk, geven we gewoon een 10. Nee, waar ik het minst van geniet. Nou, haat is verkeerd wat ik geef. Precies. Ja, waar ik het minst van geniet. Maar dat, eerlijk gezegd, tegenwoordig maakt die elftal, dan weet ik al, nou, hij gaat hierover beginnen, over zijn voetballende kwaliteiten. Dat weet ik al, nu al. Maar het gaat meer om, niet alleen om voetbal natuurlijk, het gaat ook om, ja, die ballen moeten wel, je moet wel die duels winnen van Ivan Toni. Eens, maar misschien ga ik je straks verrassen, want we gaan nu snel naar het middenveld en daar staat Martin de Roon. Ja. Het gaat deze week natuurlijk veel over, in eerste instantie ging het over wie moet er naast Frenkie de Jong staan, maar nu gaat het vooral, wie gaat Frenkie de Jong vervangen tijdelijk. Martin de Roon speelde tegen Empoli, was belangrijk ook met een treffer, mooi ja, kopbal. Wat is jou het meest bijgebleven van die wedstrijd? Want vorige week hadden we het over, toen had hij een beetje een lullige weekend tegenover Kvaratskhelia. Maar nu viel hij dus wel positief op. Ja, maar er wel meer spelers hebben een lullig weekend tegenover Kvaratskhelia. Want dat is bij Torino natuurlijk ook weer. Dat je denkt van ja, we zitten er lekker in, we spelen lekker. En dan, nou ja, goed, daar hebben we het zo over. Wat mij het meest opviel bij hem was de rust in balbezit. Gek, hè? Nou ja. Wat mij ook opviel is de tactische intelligentie, positionele intelligentie. Ik vond dat valt er niet op, dat weten we toch? Nou, je hebt natuurlijk vanuit, nou niet vanuit, want ik kijk natuurlijk naar wedstrijden, dus mijn blik is wat anders dan misschien wat je leest over Martin de Roon of wat je hoort over Martin de Roon. Maar hij is voor Atalanta echt ongelooflijk belangrijk. En als je dan zo'n wedstrijd kijkt, ik vond hem nu ook in zijn keuzes aan de bal. Even snel een balletje op de rechterkant neerleggen. Dat vond ik eigenlijk verrassend goed in deze wedstrijd. Ik dacht, of je hebt een hele goede wedstrijd en dat het allemaal samenkomt. Maar ik zie hem zelden zo goed spelen, eerlijk gezegd. Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Ja, want hij is continu inderdaad de ruimte aan het scannen. Daarin is hij natuurlijk gewoon heel goed. Ja. Over balbezit praten we eigenlijk niet zo heel veel. Op het moment dat hij heeft, want hij leeft hem ook bij Atalanta natuurlijk snel in. Bij het Nederlands elftal leeft hij hem snel in bij Frenkie de Jong. Maar dan zijn nog taak, hè? Snel inleveren. Maar het snel inleveren kun je op 2 manieren doen. Je kunt snel inleveren. Ik ben de bal kwijt. Ik kan in ieder geval niet verliezen. Snel inleveren, die ploeg bij de juiste persoon. Bij de juiste persoon snel inleveren, want dan kunnen we verder doorvoetballen. En dat ziet bij Atalanta, die de afgelopen week wat punten hebben laten liggen, waardoor ze niet meer bij die top 4 klassering echt serieus meer meedoen. Moeten ze wel heel veel winnen nog. Maar het is wel een ploeg die goed in elkaar zit. En ik vond ook die jongen die naast hem stond, een Braziliaanse jongen van 23, die komt bij Salernitana vandaan. Hebben ze voor 20 miljoen gekocht. Dat is ook wel interessant te spelen om in de gaten te houden, die naast de Roon stond. En Atalanta is er toch wel goed in. Ze hebben ook Heuland, die spits natuurlijk gehaald. Die in de belangstelling staat van allerlei clubs. Omdat het toch wel een apart soort speler is. Maar de Roon die blijft daar als een soort van zenmeester. Daar op het middenveld de boel gewoon bij elkaar houden. En wie er ook naast hem komt te spelen. Want Freuder is bijvoorbeeld vertrokken naast hem. Nou, weer andere wingback aan de rechterkanten. En er verandert best wel veel bij Atalanta. Maar de Roon, dat is zeg maar, als je een schip hebt, dan is hij het zeil wat wat heerlijk door die wind blijft wapperen. Dat is prachtig. Ja. Hou dit vast. Ik wil 1 vraag stellen. Dan moet je gewoon kort op antwoorden. Komen later in de show terug. Ja, even is wel een statistiekje wat belangrijk. Dat ga ik zo nog even voorlezen. Vertel maar. Oh, je wilde verder al. Nee? Van alle Serie A middenvelders dit seizoen in de top 10 qua luchtduels gewonnen.
toch opvallend. Vijfde. Verstuurde passes, zevende. Is toch interessant. Hij is dus ook een paasmaster op middenveld bij Atalanta. Intercepties, achtste. En ballenheroveringen, tiende. Dus hij doet eigenlijk... hij is vrij compleet daar op het midden van Atalanta. Hij speelt natuurlijk al jarenlang. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk dat je eigenlijk het hart vormt van zo'n ploeg. Dus dat je dan ook je ploeggenoten goed kent. Het spel begint bij hem. Het eindigt bij hem. Ja, zeer belangrijk. Een Atalanta-icoon waar we misschien met iets meer waardering over moeten praten. Want dat blijkt wel uit het volgende statistiekje. Precies. Ja. Hij hoort bij de grote Nederlanders. Hij hoort bij de grote Nederlanders in de Serie A deze eeuw. Op 1, Clarence Seedorf. 335 wedstrijden in de Serie A. Dus best indrukwekkend. Stefan de Vrij, 235 wedstrijden in de Serie A. En dan op 3, Martin de Roon met 229 wedstrijden in de Serie A. Dus het is ook wel een Serie A-icoon aan het worden. Absoluut. Is hij eigenlijk al. En daarom de volgende vraag. Is Martin de Roon nog steeds de ideale partner van Frenkie de Jong op het middenveld? Ja of nee? Of hebben we een beter alternatief? We komen er straks op terug. Oké. Okay. Oh, ja nee? Daar heeft Koeman op antwoord op gegeven. Nee, maar ik wil het van jou weten. Voor Frankrijk vind ik Martin de Roon de beste optie. Oké. Okay. Maar dat vindt Koeman ook, hoor. Zeker weten. En cijfer voor... Maar Frenkie de Jong speelt niet. Dus, dat klopt. Dus we moeten een andere Frenkie zoeken. En dat is Martin de Roon. Dat wordt interessant. Of zal Wijnaldum een linie naar achteren gehaald worden? Dat denk ik niet. Dat is gevaarlijk. Nee, die blijft op 10, want hij had het wel echt over het duo met Memphis. Ja. Wat voor cijfer krijgt de Roon voor zijn optreden van afgelopen weekend? 9,5. Oké. Okay. Hey, we gaan door naar de volgende middenvelder. Die is best interessant eigenlijk. Want ik heb wat beelden zitten kijken. Ze speelden met Bayer Leverkusen tegen Bayern München. Bayern München, Nagelsmann gooit de as altijd helemaal vol. Ja. En toch is er een wat tengere middenvelder die steeds aanspeelbaar is. Het spel naar zich toe trekt. Keuzes durft te maken. Ja. En daarmee onderscheidend is met zijn elftal. Ja, Leverkusen thuis tegen Bayern München. En Leverkusen wint dat met 2-1. En ja, na 60 minuten dacht ik wel, goh, Nagelsmann. Die Ezequiel Palacios, want daar hebben we het over. Een Argentijn van 24 op het middenveld van Leverkusen. Die heeft wel alle tijd om aan de bal bijvoorbeeld Frimpong te zoeken. Of Wiertz te zoeken in het centrum. Je zou misschien daar iets kunnen aanpassen. Want bij hem begint eigenlijk bijna elk gevaar van Bayer Leverkusen begon bij Ezequiel Palacios. En dat is niet eens zijn allergrootste kwaliteit. Want hij kan redelijk goed voetballen. Hè? Want het is echt zo'n ouderwetse Argentijnse vijf, zoals Enzo Fernandez het ook is. En dan ga je een beetje op onderzoek uit. En ja, dat verbaast me natuurlijk dan ook weer niet. Want Ezequiel Palacios komt bij River Plate vandaan. Nou, we weten allemaal waar Enzo Fernandez vandaan komt. Zeker. Dus Enzo Fernandez heeft een paar jaar naar Ezequiel Palacios zitten kijken ook. Als jeugdspeler. En denk, oh ja, zo moet het. En want hij deed me heel erg denken aan Enzo Fernandez. En het was ook zijn concurrent natuurlijk, hè, op het WK. Want hij heeft op het WK 3 wedstrijden gespeeld voor Argentinië als invaller. Geen basiswedstrijden, omdat Enzo Fernandez zo ongelooflijk goed speelde. En wat Messi een persoonlijk bewaker had in de persoon van Rodrigo de Paul. Dus ja, daar kom je er niet tussen. Nee. Maar op zijn 24e tegen Bayern München dit laten zien. Ik weet zeker dat de scouts in het stadion hebben gezeten. Denk ik, goh. Ja, maar jij geeft aan van Nagelsmann moet je er niets tegen doen. Maar heb je gezien hoe hij continu bezig is om vrij te komen? Ja, natuurlijk. Maar dan nog mag je daar wel iets op verzinnen. Want hem uitschakelen was bij Leverkusen toch wel uitschakelen. En dat gebeurde niet. Want bijna elke kans die bij Leverkusen creëerde, kwam via Ezequiel Palacios in een eerdere fase. Dan moet je, als je beeld aan terugspoelt, dan zie je dat. Ja. En als die rechterkant is natuurlijk met Frimpong en met Diaby. Daar gaat natuurlijk wel snelheid van uit. Die moet je in de gaten houden. Maar in het midden loopt een speler die in de kleine ruimte ongelooflijk goed is met Florian Wiertz. Dan heb je aan de andere kant Bakker, die als een sneltrein eroverheen probeert te knallen. En daarom verbaast het mij dat Bayer Leverkusen zo vaak punten laat liggen. Denk je, er zit best wel kwaliteit in het elftal. Ja, dat snap ik. Maar nu is Bayern München een dominante tegenstander. En dan worden ze natuurlijk wel in elkaar gespeeld. Want dan moet zijn Palacio heel snel handelen. En dat kan hij gelukkig ook. Er ligt veel ruimte voor de voorwaarts. En met name Frimpong. Aan de rechterkant was dat zeker het geval. Weet je wat ik bij de combinatie, wat ik wel interessant vind bij Ezequiel Palacios, is dat hij in balbezit inderdaad de rust had en de oplossingen had. En zonder bal meedogenloos. En die combinatie. Nou, als je aan de zijkant in een 1 tegen 1 komt en er zit een bal en een tegenstander en een lijn, dan moet je, als Ezio Palacios eraan komt, moet je springen. Want hij pakt je. Want dat is het ideale plek om bal en man
mee te nemen zonder dat de scheidsrechter denkt, ja, dit is wel agressief. Nee, want hij speelt eerst de bal en daarna speelt hij jou. Weet je, en zo van anders kan je er ook zo een meester in. Aan de zijkant, dan hapt hij. Bam. Gewoon even laten voelen dat je bent. En dat is deze gozer ook goed in. Ezio Palacios. Maar ik heb een leuk verhaal gevonden over hem. Dat daar verbaast me ook helemaal niet. Maar dat vond ik echt zo leuk om te lezen. Bij River Plate. Dat was in zijn ene laatste seizoen bij River Plate. En dan was al interesse voor hem. Maar was daar een grote jongen. Hij had een relatie met zijn buurmeisje. Dat was bekend. Dat was zijn liefde. Totdat bekend werd dat hij een relatie had met een actrice. Ook. Dat kwam uit in de roddelmedia dat hij een relatie had. Maar dat buurmeisje wist daar niks van. Daarna kwam ook uit dat hij een relatie had met een model. Maar het model wist niet van de relatie van die actrice. En die actrice wist niks van... Weet je, dus hij had tegelijkertijd, op zijn 20ste... een relatie met een model, een actrice en zijn buurmeisje. Ja, dat was natuurlijk een heel rel geworden, want die meiden die wisten dat van elkaar niet en die gingen verhalen halen en dat werd een hele Argentijnse soapserie. Dus het is gewoon echt een soapster ook? Dat je op die leeftijd als voetballer van River Plate een relatie hebt met een topmodel, een bekende actrice en een meisje die je al heel lang kent. Dat is toch wel opmerkelijk. Maar zo gaat het kennelijk bij sommige jongens. Want We hebben het vaker gezien. Hè? Er zijn wel meer spelers in het begin van hun carrière. Boefjes? Boefjes, ik weet het niet. Als jij opeens een grote jongen bent in het Argentijnse voetbal. Ja, dan zullen vast mogelijkheden zijn. Maar het is natuurlijk wel een opmerkelijk verhaal. Het zegt wel iets over het karakter van een jongen. Ja, mag ik vragen, wat is jouw favoriete soapserie? Mijn favoriete soapserie? Ja, Nederlandse soapserie. Ik vond Goudkust vroeger wel... Oh ja, met Vrouwtje de Bot is dat, hè? Toen was Vrouwtje de Bot nog leuk, ja. Ja, dat was een goede serie, ja. Dat is heel lang geleden. Ja. Ik denk maar dat ook gewoon goede verhaallijnen. Nou, wat ik onderscheidend vond bij Goudkust was ten opzichte van Goede Tijden, Slechte Tijden, waren de spannende verhaallijnen waar ik me als jonge jongen meer in kon vinden. Ja, dat was eigenlijk een beetje een rijke luis. Het was een rijke luisdorp, laat me zeggen, aan de zee, laat me zeggen. Waarbij van de ook eigenlijk. Vanuit de Goudkust, inderdaad. Waarbij eigenlijk, laat me zeggen, ja, iedereen een beetje, nou ja, ook wisselende relatie had, toch? Melrose Place. Ja. Leuk, hè? Baywatch. Baywatch. Nee, Baywatch vond ik niks aan. Modern Family is ook leuk. Modern Family, ja. Keek ik ook niet. Nee, Melrose Place keek Oké, maar goed. We hebben het ook Palacios. Cijfer Palacios. 9,5. Oké, we slaan even één middenvelder over. We gaan kort. Even kijken. Nee, dit was goed. Ja, dit is zo. Prima. Zeker? Ja. Oké. We gaan één middenvelder nu even kort bespreken. En dan gaan we eigenlijk naar de middenvelder waar we ook wat beelden van geselecteerd hebben. We pakken even Doucouré van Everton. Ja, kort. Nou, de goal. Gewoon krachtig, sterk, bij een corner. Maar ik vond de assist op Sims vond ik wel heel mooi. Ja. Wat ik versnelling. De versnelling. En hij is natuurlijk een vrij krachtige, explosieve speler. En Sean Dyche is daar binnengekomen. En ja, waar zet ik Doucouré nou neer? En die heeft hem eigenlijk meer als een aanvallende... Die heeft eigenlijk de plek van Wijnaldum neergezet. En hij komt niet vaak aan de bal. Maar hij is wel continu bezig met het opentrekken van ruimtes. Met de channels in, weet je wel. Wat Dyche prettig vindt. Dus hij is continu in beweging. En hij heeft loopvermogen, hij heeft kracht. En hij is redelijk technisch ook nog. Weet je, denk aan Seco Fofana, weet je. Dat is ook zo'n speler. Die is wel beter, Fofana. Ja, die is beter. Ja. Maar Doucouré die is voor Everton in de strijd tegen degradatie. Wel een prettige speler om op die plek te hebben lopen. Als je dan Van de Beek en Doucouré vergelijkt. Het is wel, en deze jongen die legt er wel echt veel energie in. En bij de laatste vier wedstrijden, bij vier goals betrokken in de laatste drie wedstrijden, 2 goals en 2 assists. Dus dat is ook wel prima voor een speler op die plek. En die Sims, die goal maakte bij Everton, is wel een interessante spits om in de gaten te houden. Want die goal die hij maakt, is echt, er zit wel veel klasse in. Ja, een moeilijke hoek was het. Ja, moeilijke hoek, maar ook het vrijkomen om ruimte voor het schot te creëren. Het zag er allemaal perfect uit. Dus wel een interessante speler, die Sims. Helemaal eens. Wat voor cijfer krijgt Doucouré? 8,5. 8,5. Oké, we gaan naar de volgende middenvelder. Dat is namelijk Stijn Spierings. Laten we eens beginnen met... De lijst zijn bekend. Hij is een goede balveroveraar. Sterker nog, jij zegt de beste van Nederland. En de beste van Europa. De beste van de wereld. En de beste van de wereld. Dus de allerbeste in zijn soort. Is het aan ons, Sully, en dan krijg je alle ruimte. We pakken even twee fragmenten. En niet van afgelopen weekend, want hij was eigenlijk dit weekend helemaal niet zo goed. Nou, ik heb Stijn Spierings gewoon neergezet, ingevuld van ik wil het deze week over Stijn Spierings hebben. Want hij staat in die lijstjes. En dat komt ook door Misha.
die dat elke week toestuurt. En die stuurt mij soms ook bonus stats. En dan laat hij mij zien van ja, Stijn Spierings. Toch opmerkelijk dat hij bovenaan staat. Als je de grote vijf competities op een hoop gooit, is hij op een aantal vlakken de beste. Dus je kunt de Casemiro's van deze wereld erbij halen, de Roons. Ja. Maar Stijn Spierings is statistisch gezien beter. Maar de vraag na het zien van de beelden is of hij de ideale partner is van Frenkie in de toekomst. Ik heb dus geen beelden geselecteerd van afgelopen weekend. Maar ik ben gaan kijken naar een wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Waarom Paris Saint-Germain? Nederland werd uitgeschakeld tegen Argentinië. Was lastig om grip op Messi te krijgen. Ik denk, nou eens kijken hoe hij dat die wedstrijd heeft gedaan. We hebben het eerste moment. Zien we hier. Stijn Spierings zien we daar in beeld. Die is daar de ruimte aan het scannen. Want zijn ploeggenoot heeft balbezit. Maar hij denkt op dit moment al aan balverlies. Nou, een moment verder gebeurt dat dus ook. En dan zie je hem dus wederom scannen, de ruimtes inschatten en alvast tocht zijn voor die ruimtes. En dan wordt hier dat duel gewonnen. En dan vind ik persoonlijk het moment dat hierna komt, dus dat je eigenlijk scant, verovert, kans creëert. Die combinatie vind ik super interessant, want hier zie je het ook. Hij geeft de voorzet, staat daar 2-2. Dit had een grote kans kunnen zijn. Nou, dit zijn een van de dingen die ik interessant vind. Heb ik het tweede moment, wil ik ook gelijk wegstarten. Want dan blijven we er gewoon in. En dan ga jij daarna beoordelen of je het ermee eens bent, ja of nee. Dit is het moment dat hij dus ook weer scant. Hij ziet hier Messi. Hij loopt op een afstand waarbij je zegt van hij kan hem aanlopen. Maar hij gaat niet zo dichtbij, zodat Messi wel aangespeeld wordt. Hij lokt. Hier zie je dat hij omsingeld wordt, dat hij nog meer aan het scannen is. En dan komt eigenlijk hierna, op het moment dat hij hem dus daadwerkelijk verovert, denk ik van ja, dit zou nou het Frenkie moment moeten zijn. Hij verovert hem hier. Hier is hij dus in duel met Messi. En wat hierna komt, Souli. Ja, dit vind ik nou typerend voor Stijn Spierings. Dit vind ik ook echt heel mooi. Dit is volgens mij Branko van de Bomen. Ja. Branko van de Bomen kan de spits wegsteken, maar kan ook. Je ziet daar die dribbellijn. En dit zou ook een Frenkie de Jong kunnen zijn, waardoor hij ineens pats het middenveld indribbelt en een overtal creëert. En dit is eigenlijk in het kort waarom hij misschien wel een ideale partner is voor Frenkie de Jong. Nou, is het woord aan jou. Goed verhaal, zeg. Ja, ik vind het wel mooi, die beeld. Jij flirt wel op met beelden en je kan het goed uitleggen. En dit is wel mooi wat jij laat zien. En het is ook wel een goed voorbeeld van hoe je naar spelers kunt kijken. Want als je hem in een hele wedstrijd ziet, zie je hem ook dingen doen. Dat je denkt, is dit nou zo indrukwekkend? Maar dit vermogen om het spel te lezen, dat pik jij er nu echt goed uit tegen Paris Saint-Germain en tegen de beste, Messi, die dat altijd aan het scannen is van, is iemand mij aan het lezen? N'Golo Kante kon het ook zo goed. Maar Stijn Spierings staat niet voor niets. Als je gaat kijken naar de lijstjes, de meeste balveroveringen in de grote vijf competities. Op 3 Declan Rice, 232. Op 2 Rodri van City, 243. En op 1 Stijn Spierings van Toulouse, 280 balveroveringen. Je verovert niet 280 keer de bal omdat je per ongeluk in de weg loopt. Dat geloof ik niet. Nou, dat is ook niet zo. Deze jongen heeft een bepaalde radar kennelijk voor het timen van een ingreep. Je hebt dat prachtig laten zien in die wedstrijd tegen... Maar is het ruimtelijke inzicht? Vooral? Nou, dat is ook spelers goed kunnen lezen. Wat gaat een speler doen? Ja, dat is een moeilijk uit te leggen kwaliteit. Dat je dat goed kan inschatten. Kijk, Mats Wiever is dat nu ook redelijk aan het ontwikkelen bij Feyenoord. Ja, absoluut. Eventjes 2 meter door en dan bam, ingrijpen. Waardoor je als Feyenoord op de helft van de tegenstander een bal voorover. En bij Toulouse, en jij, ik vind het wel leuk dat je dat er ook uitpikt. Want dat blijkt ook uit de data. Niet deze data, maar de alternatieve data die ik heb gezien. Het koppeltje Branko van de Bomen, Stijn Spierings is zo interessant omdat ze zo goed bij elkaar passen. De een is creatief, een van de creatiefste spelers van Europa. Alleen als je hem gaat beoordelen op zijn hoofd, wat er in zijn hoofd omgaat. En dat is Branko van de Bomen, die ziet. Ja. Die ziet heel veel. Maar ja, die heeft helaas een versnelling van een Lada of een grote vrachtwagen. Ja, Johnny van Beukering in de Kuim namens NEC. Hij heeft zijn lichaam niet mee. Nee. Hij beweegt traag. Maar in zijn hoofd gaat het zo snel. Maar Stijn Spierings die lost dat voor hem op. En die speelt ballen bij hem in. En hij kan dus creatief zijn. Dus echt een ongelooflijk goed koppel. En dat zie je bij Toulouse ook heel vaak terug. Dat Stijn Spierings valt eigenlijk niet op, behalve als hij een bal verovert. Maar hij creëert indirect kansen. Dat maakt hem zo interessant. Ja, dat maakt hem inderdaad interessant.
En ja, als je gaat kijken naar het aantal balveroveringen per 90 minuten, dus per wedstrijd, staat er op 1 in alle grote competities. Hè, op 1 Stijn Spierings met 10 balveroveringen per wedstrijd. Dat is echt ongelooflijk veel. Ja. Op 2 Rodri van City. Op 3 Kideon Mensa van Auxerre. En op 4, we hebben het al over hem gehad, Ezequiel Palacios. Dus Stijn Spierings, die blinkt in allerlei lijstjes uit. Hij staat hier bovenaan en daar wordt naar gekeken. Want dit zijn gewoon dingen die uit de computer komen rollen als je daar naar op zoek bent. En dan ga je naar de beelden kijken. En als jij, nou jij, ja, je legt dat nu zo uit. En dat is toch wel leuk dat een speler die in de Eredivisie heeft gespeeld en niet overdreven opviel, hè, natuurlijk. Bij Sparta bijvoorbeeld. Nee, dat klopt. Maar dat is ook weer van oké, de individuele kwaliteit gekoppeld aan het team. Dus eigenlijk je omgeving. In hoeverre dat laat maar zeggen, een match is. En zo probeerde ik er ook wel naar te kijken. Want het verschil tussen Van der Bomen en Frenkie is natuurlijk dat Frenkie iemand is die gaat dribbelen. En dat Van der Bomen is een paser. Een hele goede paser. Ja. Dat zag je ook trouwens in die wedstrijd. Die voorzetten van hem zijn wel echt vlijmscherp. Ja. En dat vind ik ook wel interessant om te zien eigenlijk. Ja. Ja, het is, we hebben die statistieken. We hebben het eigenlijk al maanden, weken over dat Stijn Spierings bovenaan staat met het aantal balveroveringen. En jij hebt nu inzichtelijk gemaakt hoe dat eigenlijk komt. Omdat hij dat spel zo goed leest daar op het middenveld. Omdat hij, hij is ook daarmee bezig. Hè? Hij hoeft die kansen niet te creëren bij Toulouse. Hij moet de mogelijkheid tot die kansen creëren. Precies, dat zit een beetje een subtiel verschil in. Maar het is ook belangrijk dat je dat goed beheerst. Want hij maakt eigenlijk Branko van der Bomen beter. Maar zet je Branko van der Bomen neer naast een speler die dat niet heeft, die voor zichzelf gaat werken, dan wordt Branko van der Bomen, die komt dan, want dan gaat die andere speler. Stel je voor dat er naast Branko van der Bomen een speler staat die denkt, dit is mijn tijd, ik ga even dribbelen. Die verliest de bal en dan moet Branko van der Bomen de bal veroveren. Dan sta je. Dan heb je 2 man verloren. Ja. Dus, en dan kom je in allerlei situaties terecht dat je denkt van, jeetje, die Branko van der Bomen, wat is die traag. Nee, je moet hem. Stijn Spierings moet hem inspelen. Nou, dat is hoe je naar zo'n team moet kijken. Ja. En dat is bij Toulouse toch wel geweldig gebeurd. Want zo'n elftal met dit soort spelers. Met Zakaria, die daar ook nog speelt. Met Thijs Dallinga, die het geweldig doet als die was spits. Goed. Ja. Die was wel goed afgelopen weekend. Ja, die het geweldig doet als spits. Ja. Als je dan ziet, dat is eigenlijk een soort keukenkampioendivisie bij elkaar gescharreld. Dat hij dan gewoon in Frankrijk rond de 10e plek kan spelen. Is wel bijzonder. En dan slot. Is Stijn Spierings al dan niet in de toekomst de ideale partner voor Frenkie de Jong? Nee, ja of nee? Kijk, trainers kijken toch naar individuele kwaliteiten. En je kunt bij een Nederlands elftal dit niet erin slijpen. Dat alles is afgestemd ook op de kwaliteiten van Stijn Spierings. En ik denk dat als Stijn Spierings daar neergezet wordt en je kijkt ernaar tegen Gibraltar, denk je, jeetje, van een beperkte voetballer. Terwijl dat zijn kwaliteit niet is. Dus het is best wel lastig. In Nederlands elftal moet je wel echt top niveau zijn. Maar dan moeten we eigenlijk afwachten wat zijn volgende stap is om te kijken wat hij dan ik denk laat dat zien. Dat sommige spelers gewoon, die kun je wel proberen bij het Nederlands elftal. Maar kijk, Frenkie de Jong en de Roon. Frenkie de Jong en Mats Wiever. Dat is nu een beetje waar Koeman die kant op wil gaan. Dat zou kunnen. Want Frenkie de Jong heeft iemand naast zich nodig. Wel een Stijn Spierings type. Of een betere versie van de Roon. En dat is volgens Ronald Koeman Mats Wiever. Dat zou het kunnen worden. Dat, waarbij hij eigenlijk interesseert, dat is hij nog niet. Dus de Roon gaat spelen. Interessant. Maar goed, zijn optreden. Laat ik zo zeggen, we gaan hem niet beoordelen. Afgelopen weekend ook niet alleen op PSG. Wat wel leuk is, hè, Stijn Spierings, aantal passes. Want we hebben het over balveroveringen. Maar ook, hij komt natuurlijk ook vaak aan de bal. Marco Verratti is de speler die de meeste passes verstuurt in Europa. Verbaast me op zich niet. Nee. Dan Benjamin André, Lille. Nou, we hebben het al een aantal keer over Benjamin André gehad. Dat is een zeer onderschatte speler. Die al veel te lang bij Lille speelt. Maar goed, die is nu ook al dik in de 30. Mm-hmm. Dan heb je Salid Abdul Samet van Lens. Lens is een zeer interessante ploeg. En dan Stijn Spierings op 4. Als speler met de meeste passes. En het aantal kansen gecreëerd. Top 5 Europa. Staat Branko van der Bomen in. Hè? En op nummer 1... Kevin de Bruyne, dat verbaast helemaal niemand. Op nummer 2 Jonas Hofman, verbaast ook niemand. Op 3 Kieran Trippier, dat is een spelmaker rechtsback. Dan heb je Bruno Fernandes, die inderdaad een ongelooflijke kansenmachine is bij United. En op 5 Branko van der Bomen met 70 kansen gecreëerd dit seizoen. Mede dankzij Stijn Spierings. Mede dankzij Stijn Spierings, die hem eigenlijk de suiker aangeeft. En dan kan hij de koffie zetten. Ik kan zeggen, alleen maar roeren. Ja, alleen maar roeren. Ja, roeren en hup, opdienen. Cijfer. Nou, gewoon, ik vond jouw verhaal zo goed. Daar werd ik zo enthousiast van. Ik denk van, hier moet je eigenlijk je vak van maken. Hè? Ja, we moeten eens met Pieter over hebben dan. Ja, gewoon even dit soort beelden eruit pikken. Vond ik zeer interessant. Nou, 9,5. 9,5, oké. Okay. Ben je klaar voor de aanval? Zeker. Ja? We beginnen met Donjon Malen. Nou, die was goed. Zo, hoor. Dat was lekker om weer te zien. Was goed.
Hij was gewoon lekker aan het dribbelen. Hij was actief. Ik vond de connectie met Haller. Ja. Was goed. Ja. Maar hij maakte echt weer indruk. Nou, dat flitsende, dat explosieve, dat ook die vrijheid om in die kleine ruimtes gewoon één tik-tik, weg. Tik-tik, weg. Aan de rechterkant. Aan en bewegen, ja. En aan de rechterkant, het is toch wel... ik denk dat er twee dingen zijn. Ik denk dat hij toch rondom die wedstrijden tegen Chelsea heeft gedacht van, nou, daar zit ik dan. Ik ben derde keuze op links. In het centrum ben ik geen optie. En ik ben ook aan de rechterkant ben ik tweede of derde keuze. Want Julian Brandt is de grote jongen aan de rechterkant. Ja. En aan de andere kant Karim Adeyemi, die maakt een geweldige goal. Dan komt ook die Engelse jongere, Bijno Gieters komt er vaker in. En dan zit hij op de bank. Ik denk dat het toch, ja, dat doet iets met je. Dan denk je, dan komt hij er nu in, omdat er twee spelers geblesseerd zijn geraakt, een paar weken geleden. En aan de rechterkant ook. Op de plek van Julian Brandt, die natuurlijk de beste speler was aan Dortmund zijde de afgelopen maanden. Ja, hij vulde het wel anders in dan Malen. Totaal. Dus, Julian Brandt is meer spelmaker type, die samen met Bellingham probeert tot kansen te komen. Die was ook goed, maar ga door. Maar Malen, dat is meer een... Als je een pijl en boog hebt, dan is degene... Bellingham houdt die pijl en boog vast en die schiet ze af. In combinatie met Haller aan die kant ook. Maar ik vond ook een aantal kansen van Malen werden wel gecreëerd omdat Bellingham dan gewoon een geweldig aanspeelt, omdat hij dat ziet. Maar aan de rechterkant, met connecties bij hem in de buurt, die rechtsback bijvoorbeeld Wolf, die er vaak overheen klapte aan die kant, creëerde ook wel ruimte voor hem om naar binnen te komen of hem aan te spelen en dan door te bewegen. Dus die driehoek Bellingham, Wolf, Malen, die functioneerde echt geweldig tegen Keulen. Dat was wel echt indrukwekkend. Maar individueel ook. Snelheid, diepgang, scorend vermogen. Deze Donjel Malen, zou ik zeggen, hoort in Oranje thuis. En ja, hij is natuurlijk ook opgeroepen uiteindelijk, omdat Bergwijn geblesseerd is geraakt. Ja, maar ik denk dat Koeman wel die wedstrijd heeft zitten kijken van, wow, dit is wel serieus een optie. Want zou hij misschien dat signaal niet zo af hebben gegeven, dan hadden we misschien wel uitgekomen bij Kluivert, die vorige week in het elfde van de week stond. Dat weet ik niet. Hangt dat er ook een beetje vanaf vorm vandaan? Als je ziet wat hij nu laat zien. Ja. Nou, maar vorm is natuurlijk... Ja, het is op het juiste moment in vorm zijn en een beetje geluk hebben, kan jou natuurlijk een EK opleveren. Want, want dat is zoals met Bergwijn natuurlijk ook geweest. Die was bankzitter onder Van Gaal. Die komt erbij en die presteert direct in die eerste twee in het land. En die heeft daar ook zijn WK te danken. Omdat Van Gaal dacht, ja, hij leeft in Oranje, dus we nemen er gewoon bij. Ook al is hij reserve. En daar heeft hij ook zijn transfer naar Ajax aan te danken. Dus Donjel Malen kan zomaar aan deze wedstrijd tegen Keulen een geweldige transfer ook nog overhouden. Oké. Okay. En wat voor cijfer levert het op? Richting... Ik vond hem echt heel goed tegen Keulen. Een 9. 9? Oké. Dan gaan we naar de volgende aanvaller. Die ga ik heel kort introduceren. 11 passes, 4 schoten, 3 doelpunten. Erling Haaland, goedemorgen. Je gaat er helemaal nergens over. Nee. En weer na een minuut of 6 naar de kant gehaald. Hè? Want Guardiola had wel genoeg gezien. Tijd voor anderen. Guardiola is echt een kwade genius. Want Guardiola, als hij zo doorgaat, dan voorkomt hij dat Haaland nooit boven de 1000 gaat komen. Nou, ik vind 3 per wedstrijd wel genoeg eigenlijk ook hoor. 6 hat-tricks dit seizoen. Dat is wel opmerkelijk. 8 goals in je laatste 2 wedstrijden. Wat Pep Guardiola ook zei van, hey jongen, je hebt 8 goals gemaakt in je laatste wedstrijd. Dat gaat wel goed met je. Dat je in de spelerstunnel afloopt. Ja. En dat Haaland dan even te lachen van, ik had er nog 10 kunnen maken trainen. Ja, je hebt me een uur speeltijd ontnomen. En dat zie je dan denken. En als je hem dan gaat zitten kijken, ja, het is wel... Ja, hij kan eigenlijk niet zo goed voetballen, weet je wel. Maar ja, hij is zo goed in het lezen van die ruimtes. Want er is 1 goal. Dan wordt er een bal tegen de paal geschoten. En die balans zo voor zijn voeten. En dan denk je van, jeetje, wat heeft die jongen toch een geluk. Maar dan ga je kijken. En dan zie je dat vlak voor dat hij... Dus bij dat schot anticipeert hij al. Hij zou misschien wel gemist kunnen worden. En dan is het best de kans groot dat hij in deze zone terechtkomt. Dan zie je hem dus wel daarop reageren. En toen zat ik te denken tijdens de wedstrijd. City Burnley, want het werd natuurlijk 5-0. Of 6-0, wat was het eigenlijk? 5-0 of 6-0? Het werd uiteindelijk 6-0 zelfs. 6-0, ja. En Burnley is de nummer 1 in de championship. Dus er is veel over gezegd. Die maken echt indruk. En dan Ian Maatsen speelde linksback bij Burnley. En je ziet dan dat die Haaland een keer diep gaan. En die Maatsen, die kijkt zo omhoog van, jeetje mina. Hij is wel heel erg groot en sterk. Hij kreeg de afgelopen ook een vraag erover. En toen gaf hij een beetje zo niet zeggend antwoord. Maar als Haaland gaat, dan gaat hij wel gericht naar een plek toe. Met volle energie. Maar er zit dus intelligentie vooraf.
en kracht in het moment. En die combinatie is... Vorige week over gehad, ja. Ja, die kracht, die combinatie is zo bijzonder. En toen dacht ik van, ja, wat is balgevoel eigenlijk? Hij heeft geen balgevoel aan de bal, maar hij heeft wel balgevoel zonder bal. Weet je wat ik bedoel? Ja, hij, dus hij koopt eigenlijk zijn extra tijd om dingen te repareren, te herstellen. Nou, bedoel kijk, je dat? Hij kan dus kennelijk die bal lezen of zo. En dat klinkt een beetje zweverig. Maar hij weet dus kennelijk waar die bal terecht gaat komen op basis van het gedrag van ploeggenoten en ook de manier waarop tegenstanders staan. Hij weet ook hoe verdedigers bewegen, wat keepers normaal gesproken doen. Dat als je met links op doel ziet, dat hij best wel grote kans dat hij binnen een paal eruit kan stuiteren. Dus dan ga ik maar 2 meter naar rechts. Het verklaart waarom hij ook zo weinig aan de bal komt eigenlijk, hè? Ja, hij is eigenlijk bezig te bewegen ten opzichte van de bal om een goal te maken. Hij is nooit bezig te bewegen ten opzichte van de bal om iemand in stelling te brengen. Dus zijn gedachte is eigenlijk totaal andersom ten opzichte van Kevin De Bruyne. Dus hem proberen te laten meevoetballen is hem eigenlijk vragen op een totaal andere manier te denken. Maar dan is het eigenlijk van, je hebt altijd over de keepers, dat de eenlingen in de groep zijn. Maar misschien is hij wel de eenling in de groep die gewoon contra van alles anders doet. Nou, hij is gewoon bezig met doelpunten maken. En hij heeft die focus en die honger. En ja, zo heeft Mbappé ook weer een focus en een honger. En ik heb vorige week heb ik me verdiept in het fenomeen Mbappé voor VI. Om hoe moet je hem afstoppen? En ik las toen een interview met die Oostenrijkse jongen, Kevin Danzo van Lans. Oh ja, die hebben we ook in het elftal gehad. Ja, die heeft een studie gemaakt van Mbappé in zijn vrije tijd. Weet je, hoe moet je die jongen nou? Want hij speelt 2 keer per jaar. En ja, hij staat elke keer voor lul als die Mbappé langskomt. Ja, eigenlijk, hij is op zijn best als hij in beweging kan komen in de laatste derde. Dus wat heeft hij bedacht, samen met zijn trainer en zijn verdedigers? Mbappé moet je eigenlijk nooit in het laatste derde laten komen. Maar je moet dus, maar het is wel enorm veel risico nemen, want je geeft hem dan 40 meter. Maar je kunt hem beter uitschakelen op momenten dat hij eigenlijk nog niet zoveel zin heeft om te voetballen. Want dan zit hij nog niet in die ongelofelijke focus dat hij richting de goal wil. Mm-hmm. Dus zo ver mogelijk van de goal houden. Want dan kan hij niet in zijn kracht komen. Haaland, ja, maar dat is 1 verkeer druk moment. Dan legt hij leggen tegenstander in de ruimte en dan ben je ook weg. Dus dat is het risico wat je net ook omschrijft. Spel is dat. Maar Haaland? Ja, en hoe moet je Haaland nou bespelen? Want dat is ook een vraag. En dat hoorde de commentator ook weer zeggen. Van ja, deze Haaland is niet unplayable. Deze jongen is niet te dekken. Deze jongen kun je niet afstoppen. En ja, daar kun je natuurlijk niet akkoord mee gaan als tegenstander. Want dan kun je dan Pieter voorleggen van hoe moet je Haaland stoppen. Maar hoe speel je nou tegen Erling Haaland? Wat moet je daar nou tegen doen? En het antwoord is op zich vrij simpel. Want je kunt niet 1-op-1 dekken. Want hij is langer, hij is sterker, hij is sneller, hij is intelligenter. Dus je moet je dat als groep opvangen. Maar dat heeft ook wel allerlei complicaties. Maar het is toch wel fenomenaal dat je maakte 5. Je had er ook 8 kunnen maken. En een paar wedstrijden later tegen Burnley maak je er weer 3. En had er ook weer 5 kunnen maken. En ondertussen geef je een interview na afloop van ja, ik moet beter leren koppen. Ik moet slimmer worden in de kleine ruimte. Wat een van zijn ambities was, dat vond ik zo leuk in het interview. Een van zijn ambities was om ploeggenoten beter te laten spelen. Daar was hij nog niet zo goed in. Dan heb je er 5 gemaakt. En dan zeg je na afloop tegen Thierry Henry, die dat de vraag dan. Ja, maar dat heeft natuurlijk wel zijn trainer gehoord. Van Guardiola is er mee bezig om het nog compleet te maken. Ja, ik wil een betere speler worden, want ik wil ploeggenoten beter laten spelen. Dan heb je er net 5 gemaakt. Dat is wel een interessante antwoord als je dat op die manier bekijkt. Als je de grote ster bent. Want je zou ook kunnen denken, hebben jullie dat gekeken? Nog meer vragen? Je kan het ook wat arroganter, iets zoals later dan dat vroeger misschien zou doen. Ja, ik ben het helemaal eens. Ik kan er geen spel tussen krijgen. Dus ik zou zeggen, wat voor cijfer krijgt hij? Een 9. Gaan we naar de laatste aanvaller. Die gaan we even kort bespreken. Daar zijn we mooi binnen de tijd gebleven. Victor Osimhen was wederom belangrijk voor Napoli. Dat binnen no time kampioen gaat worden. Dat nog meedoet in de Champions League. Ik ben alleen benieuwd, kort antwoord erop. Dat Napoli in de Serie A gewoon by far de beste ploeg is. Overduidelijk. Maakt ze kans op de Champions League, ja of nee? Ja. En hoe belangrijk is Osimhen dan in dat verhaal? Als doelpuntenmaker en als kracht. Wat ik interessant vond in deze... En Torino is een goed voetballende ploeg. En Victor Osimhen kan niet voetballen. Die kun je niet... Haaland is eigenlijk een betere voetballer dan Victor Osimhen, vind ik persoonlijk. Wat je bij Napoli ziet, als zij onder druk komen te staan, schieten ze de bal lang op Victor Osimhen, omdat hij natuurlijk een ongelofelijke power heeft en snelheid. En dat hij zo'n gevecht met zo'n verdediger, dat vindt hij heerlijk. En die wint hij ook regelmatig. En dan kan hij de diepte in. Maar als hij probeert mee te voetballen,
dan is het heel vaak balverlies, omdat hij dan de bal van zijn voeten stuiteren. Maar als je hem een voorzet geeft, hoe hoog hij komt. En zo, die bal, zag je bij die tweede vooral. Ja, die kopbal, zo heeft hij er een aantal gemaakt dit seizoen. Het is wel echt een fenomeen in de 16 meter met hoge ballen. Hij scoort heel makkelijk. Hij zit al in een ongelofelijke flow. Maar je kunt hem niet op de plek van Harry Kane neerzetten. Je kunt hem niet bij United als 9 neerzetten zoals Erik ten Hag was. Want hij wil graag af en toe lange bal hebben, wat voorzetten. En in de bal komen. En dan, waar wij het over gehad hebben met Haller bijvoorbeeld, en een driehoekjes voor hem aan de rechterkant. Dat is niet zijn ding. Dat spel klein houden is niet zijn ding. Het is bij hem groot, kracht, snelheid. En in combinatie met Kvaratskhelia, die dat andere werk doet. Ja. En dan is het gewoon voorzet, bam, en dan kan hij hem binnenkoppen. Maar Napoli kan zeker weten de Champions League winnen. Ze hebben natuurlijk een heerlijk loting eigenlijk, hè? Italiaans onder onsje, waarin ze zouden kunnen winnen. En dan kom je in de halve finale misschien wel tegen Benfica uit. Nou, normaal gesproken is Napoli dan de favoriet en dan sta je in de finale. Dus Napoli kan de finale bereiken. Alleen ik denk, aan de andere kant gaan natuurlijk de topfavorieten elkaar uitschakelen. Dus het City is, lijkt mij, geen fijne tegenstander in de finale. Maar City moet eerst maar eens de finale halen. Want die zit natuurlijk aan de verkeerde kant van het schema, als je daarover kunt spreken. Nou, dan blijft het heel interessant. Deze week gaan we naar Interland breken. Tenminste, gaan we tegemoet. Wat ik wel interessant vind, is het goals en expected goals. Bij Erling Haaland is het expected goals 30 en hij heeft 42 gemaakt. Het verschil is 12. Maar Messi, die heeft ooit in 2018, 2019 51 goals gemaakt met 35 expected goals. Dus veel meer goals gemaakt dan je zou verwachten op basis van de kansen. Maar Erling Haaland is op dit moment de speler in Europa met het grootste verschil in expected goals en gemaakte doelpunten. En wat ik van Pieter heb geleerd, die zei altijd dat hij kijkt ernaar en dan kan een speler dit jarenlang volhouden. Dan moet je eigenlijk kijken naar de expected goals om de toekomst te kunnen voorspellen, niet naar de gemaakte goals. Alleen voor een aantal spelers geldt dat niet. Voor Messi geldt dat niet, want die zit altijd veel hoger dan, omdat hij zo ongelooflijk secuur is in het afronden. Ja. En Erling Haaland, die is dat dus niet aan de bal. Maar wat ik net dat verhaal, dat theorie die heb ik over zonder bal. Hij heeft balgevoel zonder bal. Dus, en daardoor kan hij de machine verslaan. En de machine, die expected goals, die schat Erling Haaland verkeerd in. En dat is zo interessant. Daar moet je eigenlijk een professor naar laten kijken om dit uit te kunnen leggen. Want het is misschien een theorietje van mij dat jij denkt van, ja, waar gaat het over? Ik vind paddo's op. Maar geloof me, deze kwaliteit, dat dingen eerder zien dan anderen. En dus altijd maar gekmakend genoeg voor iedereen. Want heb jij de reactie gezien van een ploeggenoot dat die bal tegen Erling Haaland aankwam? De bal kwam letterlijk tegen me aan en hij werkte me, maar frommelde me eigenlijk binnen. En ja, weer een goal. En Jack Grealish, dacht ik dat het was, die begon keihard te lachen na die goal. Van jeetje, staat hij nou weer verdomd? Waarom komt die bal niet in mijn voeten terecht, weet je wel? Ja. Staat hij er weer? En het wordt nu een beetje zo, in die spelersgroep wordt het nu natuurlijk een beetje een grap. En de vraag is, is het op training ook zo, of is hij op training uitgeschakeld, de machine? En loopt hij daar eigenlijk een beetje rond? Dat zou ik wel willen weten. Dat is wel, want is hij op de training ook zo gefocust en is het trainen en spelen hetzelfde? Of is dit zo van, Erling Haaland heeft er vier dagen bijgelopen als een dode vogel en in de wedstrijd is een soort Terminator. Dat is wel interessant. Ik denk dat hij op de training ook zo is. Vrees ik voor Nathan Ake. Dat denk ik ook, ja. Zullen we afsluiten? Maar daar word je wel beter van, hè? Met zo'n gozer in je buurt. Natuurlijk word je beter. Maar goed, Nathan Ake heeft natuurlijk ook een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Hey, we gaan afsluiten met cijfer Osimhen. En dat is een 9. Dan wil ik jou ontzettend bedanken voor de aflevering van deze dinsdag. Volgende week zijn we uiteraard weer terug. En beelden moeten we er wel in houden. Ik denk alleen dat we af en toe... Ik vond dat wel leuk, ja. Ja, en misschien een keer weer Bas inbellen. Gaan we het na de uitzending over hebben. Soelie, dankjewel. En jongens, jullie... Heeft Bas salaris eisen dat hij hoog in de boom zit, dat hij niet meer kan? Gaan we gelijk regelen bij Pieter. Oké. Okay. Ja? Ja. Nou jongens, dit was het elftal van de week. Laat even in de comments weten wat je van het elftal vindt. En volgende week zijn we uiteraard weer terug met een nieuwe aflevering van het elftal van de week. Doei!